Bas, je speelt inmiddels alweer een tijdje nadat je hersteld bent van je elleboogblessure. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik ben fit. Wat wedstrijdjes gespeeld natuurlijk, dus dat doet me ook goed. En elleboog gaat ook goed, dus ja, goed. Ja, het einde van het seizoen komt eraan. Is het team er klaar voor? Zeker, zeker. Iedereen is nog heel gretig om alle doelstellingen die wij willen halen, te halen. Dus ja, zeker. Aankomende zondag de wedstrijd tegen FC Groningen. Die wedstrijd staat in een teken van een speciale actie op initiatief van jou. Kun je ons daar meer over vertellen? Ja, klopt. De wedstrijd staat in teken van de Hersenstichting. En dat is eigenlijk ontstaan na het overlijden van mijn vader natuurlijk. Toen ben ik een beetje nagedacht van, hey, kan ik misschien iets doen? En dat voelt een beetje als iets doen voor hem. En vandaar dat ik natuurlijk uitkwam bij de Hersenstichting. En in die zin hoop ik een soort van iets terug te kunnen doen of een gebaar richting hem eigenlijk. En naar de mensen wie het ook overkomt, zulke soort dingen eigenlijk. Ja, want uiteindelijk, we gaan geld ophalen, hè? Hoe gaan we dat geld ophalen? Ja, we hebben een speciaal shirt die dag met een logootje, dus dat is mooi. Daar kunnen de mensen op bieden naar de wedstrijd. En we hebben een website waar ook geld gedoneerd kan worden, dus hopelijk halen we veel geld op. Ja. Kun je de supporters van Go Ahead Eagles nog één keer uitleggen hoe belangrijk is onderzoek naar hersenen? Ja, heel belangrijk. Sinds het is gebeurd ben ik een beetje gaan kijken van hey, hoe vaak gebeurt dit? En het valt natuurlijk ook veel meer op als je dingen hoort. En ja, dan lijkt het er wel op dat het wel heel veel gebeurt. En het is gewoon iets heel tragisch als mensen ineens er niet meer zijn of ineens een andere persoon kunnen worden omdat ze hun hersenen zo erg aangetast worden dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is om zoveel mogelijk onderzoek ernaar te doen. Waarschijnlijk zijn er heel veel dingen die beter kunnen, weet je wel. En misschien heeft het te maken met het onderzoek wat nog nodig is, maar misschien ook met de inlichting zeg maar, van de mensen wat wel en niet goed is. En daar hoop ik dat er geld voor over is. In ieder geval een prachtige actie, dankjewel. Dankjewel.